Na 2,5 week sluiting gaat de Delhaize Waterschei weer open. We willen vandaag onze klanten terug welkom heten in onze vernieuwde supermarkt Delhaize Waterschei. Het is een renovatie die we gerealiseerd hebben op een kleine 2,5 weken, wat echt een serieuze inspanning is geweest voor alle diensten, zowel ondersteunende diensten als het team Delhaize zelf. In eerste instantie hebben we dus gerealiseerd dat de klant binnenkomt in een ocean of fresh. Met in allereerste instantie de afdeling bakkerij. Daarachter is er ook een zone gecreëerd waarbij de klant die een vlugge boodschap wil doen, zoals een broodje, een slaatje, gesneden fruit, een drankje, snel zijn boodschappen kan doen en zich naar de kassa kan begeven. Achter die zone hebben we dan de andere versafdelingen met vis, vlees en fruinengroenten. De klant kan vanaf dat punt in de winkel ook de keuze maken om in eerste instantie te gaan naar de drankenafdeling om zijn zwaardere producten onderaan in zijn winkelkarretje te zetten en zo verder te winkelen en zijn andere producten er bovenop te plaatsen. Ook nieuw voor deze supermarkt is dat we een ICANA-stand hebben, dus een versnijdingsstand charcuterie, wat er in een heel ver verleden ook was op deze locatie en nu terug geïmplementeerd is in ons assortiment. Voor de rest vinden we natuurlijk ook alle droge voeding, alle non-food in de winkel. Wat ook nieuw is in het concept Delhaize is dat we vroeger in het verder verleden altijd fruit en groenten aan de ingang van de winkel hadden staan. Momenteel is dat dus de bakkerij. We willen dus een dagdagelijks product waar de klant zeker elke dag voor kan terugkeren, vooraan in de winkel hebben. Ook geeft dat een heel mooie indruk van vers gebakken broodjes, vers gebakken stokbrood. Dus het is zeker een pluspunt voor deze locatie. Er waren vele honderden klanten uitgenodigd om de vernieuwde vestiging te komen keuren. Ze werden overvloedig getrakteerd op lekkere hapjes en drankjes. Uiteraard moest de officiële opening gebeuren met de nodige speeches. De heropening van een van onze winkels is altijd een belangrijk moment voor ons. En deze winkel is bijzonder omdat we hier de nieuwste generatie van de Delhaize supermarkten aan u voorstellen. En we doen dit voor de eerste keer hier in Limburg, hier in Waterschei. Met dit nieuwe concept willen we u in de eerste plaats een intuïtieve winkelervaring aanbieden. We hebben gehaaste klanten en die kunnen een ultrakort traject volgen en vanuit de bakkerij en de kant-en-klare maaltijden onmiddellijk naar de kassas gaan. Of de klant kan verder gaan naar het hart van de winkel, naar de rayons met de verse producten. Hier dus. Die zijn samengebracht in wat wij noemen de vers driehoek, zodat u als klant op een snelle manier bij de grote keuze aan verse producten van Delhaize kan komen. Duurzaamheid is absoluut een prioriteit voor Delhaize en één voorbeeld daarvan in de winkel. Voortaan zijn er herbruikbare katoenen zakjes beschikbaar in de rayon fruit en groente en ook de bakkerij heeft vanaf nu herbruikbare katoenen zakken. Tot slot, op elk moment van de dag of de nacht kunt u via de site delhaize.be en de smartphone-applicatie boodschappen doen en afhalen op het collectafhaalpunt van deze gloednieuwe winkel. Wij hopen dat deze winkel jullie bevalt en wij wensen jullie een aangename winkelervaring in de Delhaize van Waterschei. Ik zie hier zeer veel bekenden. Dat wil ook zeggen dat deze winkel erg gekend is in Waterschei en omstreken. En ik moet u zeggen, chef, ik was hier nog met mijn vrouw, want af en toe ga ik meewinkelen. Het is zelden, maar het was denk ik begin november dat ik hier voor de laatste keer ben binnengekomen. En toen ik zo net binnenkwam, ja, dan besef ik maar al te goed welk werk er in 2,5 week is gebeurd. Er waren al wat mensen aan het klagen dat het 2,5 week geduurd heeft, want ze missen natuurlijk jullie goede winkel, maar vooral ook het aangename personeel en de vriendelijke wijze waarop mensen hier ontvangen worden. Maar ik denk dat je jezelf overtroffen met na 2,5 weken dit te realiseren, samen met een sterk team, gesteund door Delhaize, nationaal ook. En ik denk dat dat mooi is, want hier is bijna 3 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is zeer veel geld de laatste tijd. En ja, dat bewijst ook wel dat men hier
een serieuze winkel van wilt maken. 2000 vierkante meter, dames en heren. U kent de winkel beter dan ik waarschijnlijk, want u komt hier meer. Maar ook 62 gedreven mensen met passie die hier werken om u te bedienen. En als je dan nog weet dat hier 20.000 producten aanwezig zijn, wel ja, goed, dan kan je hier natuurlijk alles vinden wat je nodig hebt. En dan gingen de proeverijen verder. De aanwezige klanten waren het er volmondig over eens. Het ziet er heel mooi en verzorgd uit. En over de kwaliteit van de aangeboden waren was er geen discussie. Die is heel goed. Maar ja, dat wisten de klanten al.